Welkom bij Château Plancaert. We gaan een keer een rondleiding geven achter de schermen. Dat is de buitenkant. Eigenlijk is dit de achterkant van het kasteel. En dames en heren, wij komen hier terecht bij twee knappe, superknappe mannen. Hallo! Twee superknappe mannen. Die meneer en ik. En ook Christopher is erbij. Ja. Ja. Voilà. Ja. Het gaat al goed gezien, meneer Neddy. Hallo! Dat is juist, ik moest er nog... Voilà. Ja, eventjes tonen, de achterkant. Een secretaresse gefilmd? Ja. Ik word gevraagd door een secretaresse van ons. Telefoon, ja, ze rijden hier voorbij met allerlei gevaarlijke machines. Ik ben wel bezig. En het is hier al van s'morgens vroeg 6 uur super veel lawaai. Dus veel uitslapen zit er hier niet in. Je hebt volgen gezeten. We gaan naar binnen, hè. Yes. Voilà, voilà. Dat is de inkomhal. Langs achter dan. Want, en hier hebben we de magnifieke trap. Voilà. Ja. Verplicht. Okay, dankjewel. Nee, omgekeerd. Dat is omgekeerd. Dank u. Wel, maar jij het vooruit. Even omdraaien. Ja. Nee. Allee. Voilà. Allee. Doe normaal. Okay. Voilà, dus achter mij ziet u de trap. Voilà, daar zien we ons al afkomen. Als er ooit een trouw wordt. Een trap voor naar boven te gaan, ja. Maar ook een trap voor naar beneden te komen. Voilà. Kom, laat een trapje zien. Allee, hier is een schone trapje. Ja. Dat moet nog opgekuist worden. Ik ben altijd wel een beetje bang om op die trap te gaan. Kom, moet okay, let's go. Zal ik, weet dat maar, zal ik echt voorgaan? Dat is geen probleem. Ja, hij weegt toch zwaarder dan mij, dus dat is in orde. Alright, ik ga nu op de trap, maar ik vind dat raar, want het is daar een beetje... Mama, jongen. Haar papa doet haar schrikken. Ja, leuk hoor. Kom, kijk maar, zie maar waarom ik bang ben. Hier zit er gewoon een helemaal een stuk ingedeukt. Een gat in de... Kom. Voilà, oké, we zijn voorbij. Dan gaan we naar het eerste verdiep. Ja, voilà. Dat is de bedoeling. Dus. Ja, mag jij ook nog wat zeggen? Ja, komt erbij, komt erbij. Ja. Ja, zeg maar. Hier zijn dit is de hal. Dus ik ga het tonen, maar de leuke. Het is een heel lange gang. Zal ik in de hal wandelen, dan ziet dat een hal is. Ja, voilà. En dan hebben we links, rechts, iedere keer kamers. Die nog moeten gemaakt worden, uiteraard. Ja, hier achter mij heb je al een heel mooie suite. De bedoeling is hier. Kijk, je gaat vroeger allemaal. Dat is een warmte hier. Ja. De plaatsen is nog wel afgekapt, meestal toch wel. En dat was allemaal bedekt met plaaster. En dat gaan we allemaal bruut maken en ruw. Dit is een mooie natuursteen, kijk wat dat hier zijn. Dat is allemaal bij de natuursteen uitgewerkt. Maar dat is allemaal bepleisterd geweest. Dus, er is heel veel werk. En dat is de volgende kamer hier. Weer, mijn lievelingskamer, de volgende. Ruime echt kamer. Leuk. Daar wil ik een hele mooie kamer hier. Hè. Zien dat zicht. Kom. Oké, kom. Ja, het zicht hier is magnifiek, want daar moeten we eigenlijk naartoe. Maar zo kunnen we het ook tonen, want we hebben de vijver. Ja. Ja. En, op de achtergrond. En wat hebben wij ook? Wat hebben wij nog hier? Ja? Christa en een tandborstel. Ga maar, jongens. Kijk, de tandborstel. Oké. Voilà. Dus dat is de lievelingskamer van heel de familie tot nu toe. Wacht, ik sta er niet op. De suite. Ja, papa moet daar nog wat gewoon worden. Maar hier hebben we wel een dramakamer. Een dramakamer? De dramakamer. Wat zit er, duiven? Nee, de dramakamer, kom. Want zo ziet er ook uit, hè. Dramakamer. Oh, wauw. Ja, dus... Hier hebben we een dramakamer. Waarom? Ook mooi. Ontstaan. Ja, kijk maar. En hier is de meeste schade. Kijk. Kijk. Daar zijn we nu mee bezig. Dan moet er dat nieuwe... is dus nog allemaal zwart. Ja, nieuwe portrets gestopt. Allemaal kool. Kijk, hier hierboven. Hierboven moet ik er filmen. Verkoold hout van de brand. Hierboven, daar. Dat is, zie je dat? En er is dorenrust erop. Dat is de ene kant hebben we al gerepareerd. Dat zie je daar. Nog werk hier. De eerste kant is daar gerepareerd. En de tweede kant moet natuurlijk nog gerepareerd worden. Ja. Dus hier hebben we nog wat werk. En hier zitten ook allemaal duiven boven. Dus, een stuk of 100. Open. Hier moet er ook nog een verdiep komen. Ah, ja, zal wel. Nog kom, move. Voilà, dus we waren op het eerste verdiep. Nu gaan we naar het tweede verdiep. Hier hebben we nog een torenkamer. Wat dat heel tof is, gaan we een keer mee in de torenkamer. Okay. Ik kan je nog eentje laten zien. Fantastisch dat we het schudden. Kijk, hier kun je de trap een keer goed laten zien. Ah, ja. Zie je? Los Trapos. Dat is zo Eros Trapos. Mooi en romantisch, die trap. Ja, morantisch. Voilà, de volgende torenkamer, dat zijn ze de letten. Die vooral vader. Amai, hier hebben de duifjes hun best gedaan. En dat is hier altijd, ik kan toch een keer een enig idee geven.
hoe dat eruit ziet, kijk. Dat zijn allemaal die plaatsen en dat moet er achter. Wow, we zijn hier nu niet voor te werken, we gaan een rondleiding geven. Voilà, dus hier ook open. Moet hier nog een verdiep komen, waar dat rood is, moet er nog een verdiep komen. En dan nog één, hè? En dan eentje daarop. Daarop nog ook. Nog redelijk wat werk. En dan komen we buiten. Want dat is nog helemaal open, hier moet dus nog een dak op. Maar dat is wel de tweede verdieping. Kijk, hier zit voilà. Dat zinnetje eruit. Dus. Dat zijn allemaal de muren die ineens gezet worden. Plus het dak. Het eerste deel van het dak, plus de muren. Dat gaan allemaal terzelfde tijd. En dan komt het volgende dak erop, het volgende deel erop, weer met de muren. En dat zijn jullie allemaal een keer een deel. Zelf aan het maken. Dus dit hier, maal drie. Ja, het is hier natuurlijk wel heel mooi, hè. Kijk, hop. Dat is het zicht. Wacht. Op het hier dak. Is nog mooier, hier is nog krapper. Maar dat dak, dat gaat dus hier is dicht. Nog krapper, hier is nog schunder. Ach, ja. Ego, ego, ego. Alright. Naar beneden. We houden naar de kelder. Wel voorzichtig zijn op de trap hier. Ah, ja, de kelder. De kelder. De kelder. Daar zit de kelder is helemaal beneden. Dat is ook straf. Die duiven die zijn ook leuk, maar in de kelder zit ja, beneden, het vol vleermuizen. Dat is geworden. Nee. Helemaal vol. We kunnen nog een paar bij. Er loopt hier iemand voor ons hier. Dag Iluna. Ah, Iluna komt zich vervoegen in de rondleiding. Dus we komen nu in het donkerdere gedeelte. Dus, het is nog een... Ah, nee, we zitten nog maar in de opgelijk vloers. Ja, was verkeerd. Helemaal stress te krijgen van de vleer. Stefanie, dat is wel een kasteel, hè? Dat is geen tuinhuis, hè? Ah, sorry, hè. Ja, we zijn naar beneden. Oké, maar nu dus. En nu, dames en heren, komen wij in de donkere gedeelte van het kasteel. De gruwel kloort onder de muur. En nu moet ik wel goed kijken. Gewoon naar beneden. Stefanie, ik ga je niet krijgen. Ik heb die camera vast. Ik ga nu niet meer mee. Ja, nee. Ah, nee, dat is niet serieus. Nu moet je mee. Dag, Stefanie. Nee. Salut. Ah, wel, dan ga ik hier ook blijven staan op die trap. Allee, kom. Let's go, samen, hè. Maar nee, het is gewoon omdat hij vol vleermuizen zit. Sssst. In de torenkamer. Hier zitten we al. Dat is de torenkamer. Wat? In ons kasteel. Dat is dus niet normaal. Kijk, dat is van de jaren 1100, 1200. Maar zijn die vleermuizen? 1100, 1200. Er zijn geen vleermuizen meer. Ik heb het gezegd. Sommige ze zitten ernaast, denk ik. Kom, okay. Kom naar de vleermuizen. Alright, we gaan naar de vleermuizen kijken. Allee! Appetante Rick. Niet te doen. Dat verandert dus niet, hè? Dag, hier hebben we twee deuren. Dag, mevrouw. Twee deuren. Ik vraag eens nog een keer. Wat? Hier hebben we twee deuren. Ja, man. Deur 1, voor binnen komen en deur 2, voor buiten te gaan. Ja, wat hè. Oké, dus ja, de kasteel is volledig onderkelderd. Dus we kunnen daar ook natuurlijk wijn in stockeren en dat soort dingen. Maar je kunt er ook, ik zou heel graag een sauna en een jacuzzi zetten hier, maar daar moet ik nog een beetje over discussiëren. Ja. Ik zou veel liever... Het is ik en Stefanie tegen PP. Nee. Ik zou veel liever gesteriliseerde groenten inbouwen. Oh, en appeltjes en patatjes en alle dingen voor en vlees en alles voor dat bewaard moet worden in de kelder. Ja, we kunnen het altijd weten. Allee, gooi er hier. Wat is dat? Ja, dat is nog van de brand. Ja, is... Nee, dat is niet van de brand. Oh, dat zal papa wel uitleg geven. Draai nu maar een keer. Kom ik erin. Dat is een geheime kamer hier. Dat is de stookketel. En dat is zowel met mazout of met hout en kool. Dus, en daar waren de kolen in gestort. Ah, vandaar de kool. Ik dacht dat van de brand kool. Was. Ja, oké, cool. Oké. Ja, en voilà, dus die gang die boven ook iedere keer ziet terugkomen, die komt ook in de kelder terug. Allee, eerlijk, dat is toch wel een van de mooiste dingen van het kasteel, die kelder. Hè? Ja, de kelder is wel echt, echt mooi. Maar niet, misschien nu wel niet net het mooiste, niet, maar het is wel een mooie kelder, inderdaad. Oké, move it. Perfect voor een wellness. Hé, papa? Echt nou. Voilà. We go! Voilà. Ik denk dat de rondleiding was, hè. We gaan een keer naar buiten. We kunnen ook langs de kelder zo naar buiten, want dat was vroeger voor de wasserij. Dan brachten die zo de laagjes naar hier, naar de kelder, en dan werden we... Misschien enig iets. We gaan kijken naar... Ja. We gaan een keer zien naar de durf van de twee meisjes. Van Stefanie en Erik. Ja, dat is goed. Wij gaan een keer met de vleermuis. Kom. Nee, laat maar. Kom, hier, dat kotse zit in de vleermuis, daar ben ik zeker van. Ik heb een helm op, hè. Ze kunnen kom niet wat vragen meer uit. Oh, hey, Luna, hij had geen helm op. Ah, nee. Wat is dat? Oh, heb je toch. Ja, een tunnel. Oh my god!
Zijn er echt geen vrede muizen? Nee, nee, nee. Oh, daar heb je toch plezier in, hè. Voilà, en zo kunnen we terug naar buiten. Dat was de rondleiding van het kasteel en van de boerderij. Nee, dat was de rondleiding van het tuinhuis en nu van het kasteel. Oh, sorry. We moesten over de stel. Nee. Ik val over een rok. Zo moet dat kijken. Hier. Ja, valpartij. Ja, dus kijk, dan moet dan een kasteel verbouwen en ik kan nog niet eens over een stelling stappen. Doe ik een normale kleed aan, wijs er maar een keer. Hier is mijn voet blijven naberen. Kijk, hier is mijn voet blijven naberen. Allee, kom jongens. Wie doet er een piepo, dat is een kloonkostuum. Ja, zeg, sorry hè. Oh, amai, amai. Voilà, zeg. Dus dat was de rondleiding in het kasteel en in de boerderij. Ilona, welke boerderij? Voilà. Ja. Tot snel hier misschien ook eens, hè. Ja, gaan we doen. Bye bye. Ja, salukes. Doei.